I get this huge surge of emotion, which I feel in my whole body and in my heart and in my throat. And I really, you know, that feeling when you want to cry, like it's, that's it. And that's the cello concerto. Ik dacht, ik wil gewoon zo'n soort, wauw. Zo'n soort cello die meteen, oh, doet. Tijdens de Cello Biennale gaat er bijna elke dag wel een stuk in wereldpremière. Gloednieuwe noten die het bestaande cello-repertoire verrijken. En het leuke is, elke componist gaat op zijn eigen manier om met de mogelijkheden die de cello te bieden heeft. Je gebruikt heel veel laagte in de cello, ja. Hè? Ja, het klopt. Ja. Natuurlijk is de cello laag prachtig. Het vibreert ongelooflijk. En ik kreeg een mythische klank of zo. En er is ook een glissando die de hele tijd met een soort huilende klank omlaag gaat. Want ik wou dus leiden ons naar de lage klanken, naar de donkerte. Die ene keer dat ik Matt ontmoette, zei hij, nou wacht even. Opende hij zijn koffer, haalde hij zijn cello uit en een polystyreen koffiebekertje. En dat zette hij onder zijn snaren, midden in het restaurant, zat allemaal mensen omheen. En toen begon hij als een woeste op die cello te improviseren. Dus toen wist ik gelijk, oké, dat wordt in ieder geval een onderwerp van één deel. Frida Belinfante was this amazing woman. She was a cellist and a conductor before World War II in Amsterdam. She became a leader or a key figure in the resistance. And it was inspired by her escape from Amsterdam under the Nazi regime and her move to America, where everything was collapsing around her. Er is ook een voorstelling door de 8 cellisten van Cello Octet Amsterdam en een zangeres die gaan dansen, bewegen. En Peter Vig heeft daar muziek voor geschreven. Elke cello voelt eigenlijk al als 3 instrumenten in één. Je hebt zo'n enorm bereik en zoveel klankkleuren en dan keer 8 en dan ook nog een stem erbij. Ja, dat betekent dat ik een heel erg rijk palet eigenlijk tot mijn beschikking had. En ook dat de cello en de stem een interactie aangaan. Dus de cello wordt af en toe een stem. En de stem van Elizabeth die verdwijnt ook soms in de celli. We gaan natuurlijk verschillende premières zien. Kun je jouw werk in een bepaalde traditie plaatsen? Dat is een mooie vraag. Eerlijk gezegd, ik wou mijn première juist buiten de traditie plaatsen. Ik wou juist de klank van de cello dat ik niet hoor bij celloconcerten, juist schrijven. Nou ja, god, dat is toch gewoon de paddingtraditie? Well, for sure. I mean, cello concertos. Maar het is natuurlijk heel erg verwant aan de componisten die ik zelf heel goed vind. Bij een grote vriend en leraar, Louis Andriessen, daar heeft het zeker mee te maken. Maar ook allerlei andere. Ja, ik word heel erg beïnvloed door de collega waar ik mee samenwerk. I have also played cello repertoire. I've also played a number of the big cello concertos like Elgar and Saint-Saëns and Haydn and Dvorak. I know really, really very well. It comes from there. But of course I'm a contemporary music composer, so I have my own take on it. Sure. Yeah. Het heeft heel veel lagen van emotionaliteit en ook een soort boodschap dat ik wil zeggen. Iets van dat wij van onze donkerte moeten gaan houden, maar ook dat wij leven in een donkere tijd. En dat wij kwetsbaar zijn en dat ik ook schoonheid in het donker wil zien en hoop wil hebben dat wij toch een mooie toekomst op een moment zullen hebben op aarde. En ook een wens om te kunnen in sprookjes geloven, nog steeds in de mooie maanlicht, dat wij nog steeds iets kunnen meemaken die heel mooi is.